Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Ik ga het er vast. Het kruid wat. Dit is de bon. Er zat nog een bon op, maar... Niet dat die van mij is. Ja. Dit is de bon van de kruidvat. Ga ik eens even neuzen. Twee luchtverfrissers voor 79 cent. Dat zijn die drilldingen. Kijk, je kent ze. Om te doen weet ik ook niet. Maar lekker voor in je kledingkast te zetten. Ruik je kleding altijd lekker. En heb je minder last van zilvervliesbeestjes in je kledingkast. Dan heb ik... En twee keer Verlo voor 1,99 per zak. Waspapierwinkel. Oké. Zonnekleurstoffen, natuurlijke aroma's. 380 gram. Twee stuks. Dan nog een keer. 1 plus 1 gratis. Ik weet niet of dat dan ook zo is, maar ik loop iets vooruit op mijn filmpjes, dus ik zou zeggen, dan is die al lang niet meer geldig. Kan ook zijn dat ze weer dan wel, dan niet, dan wel, dan niet. Houdt in de gaten. Deze ideaal voor op de wc. Ik heb 2 pakjes Q10 gezichtsreiniger meegenomen. Cleansing. Voor de repere huid. Gezichtsreiniger doekjes. Ligettes Netto Pore Vision. Ook geschikt voor waterproof make-up. Dus soms heb ik van die luie dagen heb ik gewoon geen zin om mijn hele gezicht te doen. Dus dan pak ik dit. Dus die om uit te proberen. Hier had ik hele goede verhalen over gehoord. Ik hoop dat het een beetje een match, volgens mij wel. Ja. Dus. Ik heb 20 leeg gepakt. Ik hoorde hier een goede verhaal over, dus hier was ik ook benieuwd naar. Dus die was 8,49. En dan had ik, ja, zie je. Scarf wallen en donkere kringen. Deze en was heel nieuwsgierig naar de Retinol Anti-Age Serum. Die, daar was ik heel erg benieuwd naar. En die was even kijken. Die serum was
24,99 en nezels 36,99. Oh, dat houdt niet goed vast zo. Die en die. En ik had korting. Dit wordt opgenomen op. Wacht even, ik ben heel erg pleur. Zo. Dit wordt opgenomen op 18/3/2023. In ieder geval, want deze komt denk ik pas ergens. Later online. Op die reinigingsdoekjes had ik een eurokorting, geloof ik. 2,38. Die renderscore had ik 21,38 korting. En diverse 1 plus 1, 4,49. Dus die. Ik ga het even weer in de tas doen. Voordat ik het weer vergeet. En dan ga ik naar de volgende. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. Dus de dinsdag en de donderdag komen er altijd filmpjes van mij online. En dan...